Voorzitter, dienstreizen kunnen zin hebben en kunnen geen zin hebben. Het hangt ervan af wat het doel is en wat je ermee bereikt. En voorzitter, terecht is in uw college ook gezegd, kijkt u, alle presidenten die hebben kunnen reizen, hebben gereisd. Alle presidenten die konden reizen, hebben gereisd. En de vraag is niet, hebben ze gereisd of niet? De vraag is, wat is het doel geweest en heeft het resultaat gehad? Sommigen konden niet reizen. En ik vertel dat in het kader van kosten. Want hier werd de indruk gewekt, voorzitter, dat er geld verspild wordt met dienstreizen. Soms is er geld verspild met dienstreizen. Er is inderdaad ooit een penthouse in New York afgehuurd voor $55.000. En de president kon niet reizen. En daarmee zijn hele delegatie niet. En $55.000, wat naar al die scholen kan gaan waar men zomaar een pleidooi voor houdt, dat is verloren geld geweest. Die president kon niet reizen. Een van mijn voorgangers, die spoorloos is, heeft een keer een privéjet gehuurd om vanuit Washington naar Paramaribo te vliegen om iemand waar hij boos op was te ontslaan. $25.000. Het zou goed zijn om uit te rekenen hoeveel scholen daarvoor hersteld zouden zijn geweest.